Elke donderdag komt Lieve Scheire ons verblijden met onthutsend of toch minstens fascinerend nieuws uit Nerdland. En het is een hoogdag wel, hè, vandaag, Lieve? Het is vandaag een absolute nerdhoogdag. Misschien dé nerdhoogdag van het jaar. Want vanavond worden de Ig Nobelprijzen uitgereikt. De Ig Nobelprijzen? Ja. Wat zijn dat? Ken je het? Je kent het niet? Ik ken het niet. Bent, heb jij er ooit van? Ik heb er al van gehoord. Iedereen kent natuurlijk de Nobelprijs. Het gaat over zeer logische en weloverwogen uitvindingen. Ig Nobelprijzen zijn wetenschappelijke prijs voor dingen waarvan je zegt van dit kan niet, dit is ongeloofwaardig of bestaat zelfs niet. Ja, vooral de vraag stelt zich vaak waarom hebben ze dat nu weer onderzocht. De ondertitel van de Ig Nobelprijzen is onderzoek dat je eerst aan het lachen brengt en dan aan het denken zet. Dus het is allemaal degelijk wetenschappelijk onderzoek, maar meestal naar een soort onderwerp waarvan je denkt, pardon, moet dat wel? En is er nut? Er is heel vaak er is bijna altijd een nut, maar ze klinken gewoon heel geestig. Zoals bijvoorbeeld een van mijn favoriete Ig Nobelprijzen is die in de chemie van het jaar 2006 voor het onderzoek naar de snelheid van het geluid in cheddarkaas bij verschillende temperaturen. Ja, dat wil iedereen weten natuurlijk. Ja, voilà, inderdaad. En zo worden er elk jaar dus verschillende prijzen uitgereikt en die komen er vanavond aan. En alle nerds kijken uit naar welk geweldig onderzoek er vanavond weer in de prijzen zal vallen. Ik zal misschien nog een paar voorbeelden geven. Mijn persoonlijke favoriet aller tijden in de Ig Nobelprijzen is de Ig Nobelprijs in de wiskunde van het jaar 2002 voor het onderzoek naar de complete oppervlakte van de Indische olifant als je hem openvouwt. Oh, ja. En dus dat wordt gepubliceerd in wetenschappelijke bladen en dan krijg je dit soort schema's dat daarbij getoond worden. We zien aan de rechtertekening dat werkelijk geen enkel stukje vel buiten beschouwing gelaten wordt. Zelfs plekken waarvan je denkt, moeten we het weten? Ja. Ook dat wordt meegerekend. Ook die flapjes zijn in rekening gebracht. Waar kwam het uit? Dat weet ik niet. In de formule hadden ze slechts 2 parameters nodig, namelijk de schofthoogte van de olifant en de voetoppervlak van de voorste voet. En uit die 2 konden ze heel goed voorspellen wat de totale oppervlakte zou zijn. Zoals je aan mensen hun vingers ook tegen kunt aflezen. Volgens de legendes exact. Wel. Ja, volgens de legendes. Een andere prachtige Ig Nobelprijs was die voor de vloeistofdynamica in 2012 voor 2 wiskundigen van de Universiteit van California. Die hadden uitgerekend op een zeer wiskundige en natuurkundig correcte manier dat als je wandelt met een tas koffie en je let niet op, dat je dan zal morsen bij de 8e stap. Dat is zot. Hoe berekenen ze dat dan? Wel, ze hebben dat gedaan aan de hand van de vorm van een normale koffietas en aan de klotsfrequentie van de koffie. De eigen frequentie in natuurkundige termen. Ja. En wat blijkt? De stapfrequentie en de vorm van een tas die zijn op een soort vreselijke manier op elkaar afgestemd. Namelijk, onze stapfrequentie is de ideale frequentie om mee te morsen bij een normale koffietas. Dus eigenlijk, als je voor die 8e stap een beetje vertraagt of een beetje versnelt, dan kan je het voor zijn of oplossen of voorkomen. Als je stapt met koffie, moet je iets trager of iets sneller stappen. Maar ook dat was weer een hele publicatie met schema's zoals dit. Dus met de volledige berekening erbij, met de diameter van de tas en de stapfrequentie enzovoort. Nog een zeer mooie was alweer een Ig Nobelprijs in de vloeistofdynamica van het jaar 2005 voor de opgebouwde inwendige druk in pinguïns als ze een kaksje doen. Wie wil dat niet weten? Ja, dat was een marinebioloog. En wat blijkt, pinguïns die zitten op hun nest en die willen dat eigen nest niet bevuilen. Dus die projecteren eigenlijk de feestjes weg uit het nest. En dus was een marinebioloog die wou weten... This is interesting, Dan, isn't it? I tried that. And I don't have the penguin pressure. In Dutch we call this het vliegend scheid. It flies away. En dus ook daar is weer een heel schema van getekend en een technische tekening van een pinguïn, en zoals we het hier zien, met dus de endeldarm en de berekening van welke druk hebben ze nu inwendig nodig om dat allemaal te kunnen berekenen. Indrukwekkend. Echt waar, oprecht. Zijn er hoge verwachtingen voor vanavond? Het is volledig geheim. Dus er is ook geen favorietenlijst. Nu, de organisator, Mark Abrahams, die heeft ook een eigen wetenschappelijk magazine waar hij enkel dat soort dingen in publiceert. The magazine of Improbable Research. En daar staan enkel dat soort dingen in. Okay. Ja. Dus schitterende voorbeelden allemaal. Maar vanavond wordt die uitgereikt. Ja. Die prijs, is dat een feestelijke, deftige ceremonie? Dat is een ceremonie. Ze worden ook allemaal tezamen uitgereikt. Maar deftig zou ik het niet noemen. Het is de 24e keer dat ze het organiseren. De eerste keer heette dat de eerste jaarlijkse uitreiking van de Ig Nobelprijzen. En die eerste hebben ze gehouden. Dus vanavond is de 24e eerste uitreiking van de Ig Nobelprijzen. En het is jaar na jaar zotter geworden. En het is echt, het is een kermis. Je moet je dat voorstellen als een hele hoop serieuze onderzoekers die het hele jaar lang door microscopen zitten kijken, naar Excel-sheets zitten kijken. En 1 keer per jaar gaan alle remmen los. Ze worden uitgereikt aan de Harvard Universiteit, een van de topuniversiteiten ter wereld. Er zijn op die uitreiking gemiddeld 10 à 20 echte Nobelprijswinnaars aanwezig. Dus dat loopt vol met topprofessoren. En die gaan volledig uit de bol. En dat ziet er zo uit, Thomas. Welcome to the 23rd first annual Ig Nobel Prize ceremony. Bang. Wat een bende is dat, lieve. Maar bijvoorbeeld die 2 mannen die je in muizenpak zag rondlopen, dat zijn 2 topneurochirurgen. Ja. Die daar dan zich gewoon verkleden voor die ceremonie. Er is in die 24 jaar een hele traditie ontstaan. En elke ceremonie begint met de officiële welkomstspeech die er zo uitziet. Professor Jean Burko Gleeson will deliver the traditional Ig Nobel welcome speech. Welcome. Welcome. Dat is het. Dat is de jaarlijkse welcome speech. Ze doen er alles aan om er het tempo in te houden, zoals je ziet. Elke winnende onderzoeker mag zijn onderzoek ook eventjes voorstellen. Die krijgt daar strikt 2 minuten voor. Als die over die 2 minuten gaat, dan komt Miss Sweetie Poo op het podium. Wie is dat? Miss Sweetie Poo is elk jaar een ander 11-jarig meisje. En als je over de speechtijd gaat, dan komt hij op, begint hij aan je mouw te trekken en zegt hij de hele tijd: Please stop, I'm bored. Tot je stopt, en dat ziet er dan zo uit. Exobiology, about the potential gates, extraterrestrials, adopt in the universe. I'm bored. Please stop. Yes, we are currently working on human flapping flights. Keep in touch with us if you're interested. Thank you. Ik vrees echt op het verkeerde feestje zitten vanavond. Ja, vanavond wel iets verder moeten zitten dan dit. Ja, zoals je ziet, het is complete gekheid. Jaar na jaar ontstond er een plaag van mensen uit de zaal die met papieren vliegtuigjes naar het podium begonnen gooien. En ze hebben dat nu een beetje gestructureerd. 2 keer tijdens de hele ceremonie zijn er 2 momenten van 1,5 minuut. En dat heet de paper plane deluge. Zijnde het moment waarop er vrijgegooid mag worden naar een mikpunt met papieren vliegtuigjes. En dat ziet er dan zo uit. Please get your paper airplanes ready. T-5, 4, 3, 2, 1, go! Er is ook een heel strikte regel dat die papieren vliegtuigjes achteraf enkel mogen opgeveegd worden door een Nobelprijswinnaar in de fysica. Ja, en dat is, allemaal ook. Dat is al jarenlang Roy Glauber, een van de Harvard-professoren. Het gaat door in Harvard. En dat is Roy Glauber, een 89-jarige eminence grise van de fysica. En die staat er dan met de officiële broom, staat hij dan alle papieren vliegtuigjes. Het moet ook altijd met diezelfde bezem gebeuren. Ja, dat is met die bezem. Nu, hij is 89, hij krijgt assistentie de laatste jaren. En dan natuurlijk op het einde van de ceremonie wordt er afscheid genomen met de traditionele afscheidsspeech. Goodbye. Goodbye. Zijn er eigenlijk ooit Belgen die dat gewonnen hebben, Lieve? We hebben al een paar Belgische winnaars gehad. De eerste Belgische winnaars ooit was in 2002 de Ig Nobelprijs voor de economie. En die ging toen naar Lernout en Hauspie. Oh? Ja, voor het introduceren van het wiskundige concept van de imaginaire getallen in de boekhoudkunde. Ja. Dus het is niet altijd helemaal serieus ook. Af en toe worden er satirische prijzen uitgereikt. Maar 3 jaar terug intussen, hadden we een zeer mooie Belgische Nobelprijswinnaar. Namelijk professor Luc Warlop, psychologieprofessor aan de KU Leuven. En die heeft de Ig Nobelprijs in de geneeskunde gewonnen voor zijn ontdekking dat... Als men dringend naar het toilet moet, men in bepaalde financiële situaties betere beslissingen neemt en in andere slechtere. Ja, dat... interessant. Ja, voilà. En daar heeft hij dus de Ig Nobelprijs in de geneeskunde voor in 2011 voor gekregen. Dragen wetenschappers zelf hun uitvindingen voor of worden die uitgefilterd uit serieuze studies? Het komt altijd van elders. Dus Mark Abrahams, de stichter daarvan, die heeft dus zijn magazine Improbable Research en die krijgt constant van over de hele wereld tips doorgemaild, publiceert die ook. En de winnaars worden uitgenodigd naar de ceremonie. In het begin kwam er niemand hem ophalen en nu zie je dat het echt een eer geworden is om zo'n Ig Nobelprijs te winnen. En je hebt er heel veel die hem komen ophalen. Je krijgt hem ook altijd uit handen van een echte Nobelprijswinnaar. En er zijn al enkele mensen die zowel een Nobelprijs als een Ig Nobelprijs gewonnen. Het allerhoogste. Dat lijkt mij fantastisch. Is er een kans dat vanavond, want vanavond vindt het feest plaats, een Belg wint? Dat kan elk jaar. Dus de winnaars zijn nog totaal onbekend. Het kan gebeuren. En iedereen die wil, die kan gewoon online kijken. Dus het wordt live gestreamd. Vanavond, vanaf 11:30 wordt het live gestreamd. Tot ongeveer 2 uur 's nachts. Maar op verschillende plaatsen in de wereld komen mensen ook samen. Omdat het zo'n plezant gebeuren is, komen mensen samen om daar samen naar te kijken. En wij gaan dat gewoon zelf doen. Oh. Wij hebben vanavond voor het eerst in Europa... een watchparty georganiseerd. Dus een feestje waarop iedereen mag komen meekijken naar de Nobelprijs. En dat is gewoon straks. Straks vanaf 11:30 in de Vooruit in Gent komen wij allemaal samen met de vrolijkste nerds van heel België. Schitterend. Gratis ingang en dan mag je samen met ons meekijken naar de Ig Nobelprijsceremonie. We zijn de enige en eerste officiële watchparty in Europa. Proficiat. Ja. Breng je vliegertjes mee, kan je dat gewoon uit het scherm gooien. Lieve zal er ook zijn, maar je blijft nog even zitten. Hè, Lieve? Wij gaan meegooien met de vliegers en je vindt alle info op onze Facebookpagina van Nerdland. Dankjewel, Lieve Scheire. Dank u. Het is donderdag en dus natuurlijk hoogdag voor de nerds. Hier is alweer Lieve Scheire. Hartelijk welkom, Lieve. Wat heb je mee uit Nerdland? Wel, ik heb de eer en het genoegen... 5, 4, 3, 2, 1, 3!